En we zijn live. We wachten even tot een paar kijkers binnenkomen. Herhalingskijkers, leuk dat jullie deze terugkijken. We staan hier aan het Eemskanaal. We moesten even zoeken naar verbinding. Wij maken deze week filmpjes in het kader van de Week van ons Water. Laten wij zien wat wij als Waterschap Noorderzijlvest doen aan de waterveiligheid. En we staan hier. Waar staan we hier? Ik sta hier met Bert-Jan. Bert-Jan Pol. En Bert-Jan, wat doe jij om ons land veilig te houden voor het water? Ik organiseer de projecten voor de dijkversterkingen voor de regionale waterkeringen. Wat zijn regionale waterkeringen? Dat zijn de dijken die door het binnengebied van Nederland liggen, langs de waterwegen die het water moeten keren. Dus langs de rivieren en kanalen, zoals hier langs het Eemskanaal? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Hey, en wat zie ik hier achter ons? Ik zie hier een lange damwand. Deze damwandplanken worden langs het Eemskanaal gezet. Het is een project wat wij samen doen met de Rijkswaterstaat om de Eemskanaalkade te versterken. En daarbij wordt de Eemskanaalkade ook aardbevingbestendig gemaakt. Oh, en hoezo is deze damwand dan aardbevingbestendig? Nou, de constructie is zodanig dat de planken een bepaalde lengte hebben, dat die in een niet verweekbare zandlaag zitten, zodat daar met een anker de constructie zodanig is dat die ook bij een aardbeving dat hij op zijn plek blijft. Dus dat hij goed vast zit aan de grond? Ja, dat hij goed vast in de ondergrond zit, zodat het kanaal en de dijk bij een aardbeving, zoals die hier in Groningen voor kunnen komen, ter gevolg van de gaswinning, dat hij op zijn plek blijft. Oké. Okay. Hey, we hebben inmiddels 9 kijkers en ik kreeg net al onze eerste vraag. Ja. Hoe diep gaan dan die damwanden? Is dit de lengte van de damwand zoals die erin gaat? Hier zijn de damwanden 13,30 meter, maar verderop zijn de langste damwanden, die zijn 19,30 meter. Dus dat is behoorlijk lang. En die zitten dus zeg maar tot een 18,5 meter de grond in. Oké. Okay. Daar komen ankers komen daaraan. En die ankers die gaan tot ongeveer 25 meter diepte. Die worden onder een hoek van 45 graden daarin gezet. En er komt een betonnen voet daarachter. Nou ja, heel misschien kan je iets meer laten zien hoe dat dan gebeurt. Want volgens mij zien we hier iets waar dat mee gebeurt. Ja, hier zien we een schip met een heizet. Op dit moment staat hij even stil. Je ziet hier het heiblok. Dat is een heiblok die werkt hoogfrequent. Oh, dat is het heiblok. Ja. Dat is het heiblok. Die werkt hoogfrequent, dus met een bepaalde trilling worden die stalen damwandplanken naar beneden gezet, de grond in. Oké, okay, en als ze dan de grond in zitten, volgende kijkersvraag, hoe lang gaan de damwanden dan mee? De damwanden hebben een levensduur van 75 jaar. En over 75 jaar moeten ze nog aan de norm voldoen. Dus aan de norm dat ze dan nog niet doorgeroest zijn, zeg maar, dat ze dan nog voldoende sterk zijn. Maar hoe weet je dan, volgende kijkersvraag, dat de damwand moet worden vervangen? Dat is een kwestie van meten en onderhoudsinspecties uitvoeren, testen daarop doen op de ankers en visueel natuurlijk. Op het moment dat er gaten in komen, dan ben je echt te laat. Ja, dat klinkt al best wel als een heel technisch verhaal, ja. Maar het valt dus ook wel vrij simpel uit te leggen dat als je damwand zit met gaten erachter of damwand dat kapot is gegaan, zeg maar, dat kunnen we hier niet zo goed laten zien, want hier is het al helemaal netjes. Dat die dan naar vervanging toe is. Goed, ik krijg een vraag voor jou, Bert-Jan. Ja. Waarom ben je dit werk gaan doen? Waarom ben ik dit werk gaan doen? Ik ben dit werk gaan doen omdat ik het hartstikke leuk vind om waterwerken uit te voeren. En daar heb ik een opleiding voor gevolgd. Meerdere trouwens. En zodoende ben ik bij het waterschap terecht gekomen. Oké. Okay. Ik kreeg net ook nog een vraag toch over die 75 jaar. Ja. Ik weet niet of ik hem helemaal goed heb begrepen en goed heb onthouden, maar er stond waarom moeten ze over 75 jaar eruit als er zoveel vervuiling is? Het is natuurlijk een metalen constructie die je de grond inzet. Ja, maar die constructie die heeft een technische levensduur. Dat klinkt heel technisch. Ja. Maar 75 jaar, daarop is hij berekend en uitgerekend, zeg maar. En het kan best zijn dat die 150 of 200 jaar meegaat. Maar na die 75 jaar, dan zal sowieso gekeken moeten worden of hij nog voldoet. En tussentijds houden we natuurlijk die damwand in de gaten. Want dat is onze veiligheid, daar zijn we voor. Nou staan we hier op de Eemskanaalkade. Dus dit is zeg maar de kade wat je hier ziet. Je ziet ook hier dat grondwerk. Oh, ik kreeg nog een vraag. Wat zijn de lengtes van de damwandplanken? De langste planken zijn 19,30 meter. En hier zie je 13,30 meter liggen. Nou, en 13,30 meter is zo lang, jongens. Hoehoehoehoe.
13,30 meter. Meneer, u bent een held, krijg ik een reactie. Ik loop ondertussen lekker. Het is echt soppen in de klei. Zoals het hoort op een goede dijk, of niet, Bert-Jan? Ja, zeker. Het buitenlichaam van de dijk die, wordt van klei gemaakt. Ja, maar goed. Voordat we begonnen met opnemen, moest ik flink aan de voorzorgsmaatregelen voldoen. Vertel daar eens iets over. Nou, je staat in het draaibereik van een kraan. Dus we hebben sowieso hebben altijd een helm op. Op het moment dat de kraan draait, doen we ook onze gehoorbeschermers op. Daarnaast dragen wij een reddingsvest. Want zoals je ziet, die klei is met name onder natte omstandigheden spiegelglad. En als je in het kanaal komt, ja, dan trek je aan een touwtje. En dan, dan blijf je in elk geval drijven en kun je eruit. Dat is je eigen veiligheid. Heel goed. Wij zijn natuurlijk een veilig waterschap, dus daar willen we goed op letten. Hey, ik kreeg net de vraag of er aan de overkant hetzelfde gebeurt. Ik zal even de overkant laten zien. Zie ik daar ook een damwand, weet je al? Nee, daar zie je een natuurvriendelijke oever. Die is in beheer en onderhoud bij het waterschap Hunzenaars. In combinatie met de Rijkswaterstaat als vaarwegbeheerder. En de dijk heeft daar een hele andere opbouw als hier aan de noordzijde, wat ons beheergebied is als waterschap Noord-Zeilvest. Kan je daar iets over vertellen aan de hand van wat we dus aan deze kant zien? Want wat is er dan anders aan? Aan deze kant heb je een relatief smalle dijk. Ik zal heel iets bijdragen. Achter een achterberm en een kwelsloot. En daar zien we de sloot. Loopt achter de dijk loopt een hele brede achterberm met daarop een wegconstructie. Met daar weer een achterberm achter en dan pas een kwelsloot. Dus er zit veel meer body achter het dijklichaam aan de zuidzijde. Dat die is ook veel breder. Ja, die is veel breder. En dat is ook een van de redenen waarom wij hier met versterkingsplannen bezig zijn. Oké, maar deze damwanden, is dat dan het laatste wat gebeurt of gaat er nog meer gebeuren? Na het vervangen van de damwanden gaan wij ook de achterberm gaan wij verbreden. In het kader van het project Dijkpark Garmerwolde. Dan wordt hier inderdaad gevraagd welke locatie we nu staan. Ja, we staan nu tussen de waterzuivering en het dorp Garmerwolde, zeg maar. Even kijken. Daar zien we Garmerwolde. Daar is die kant op is de stad Groningen. Garmerwolde. En dan die kant op, als we het Eemskanaal afgaan, komen we in Delfzijl. Volgend jaar alles klaar, wordt er gevraagd? Het vervangen van de damwanden, willen we voor de kerst willen we dat gereed hebben. Dan moet het grondlichaam moet in die periode ook weer achter de damwand zitten. En de tweede fase met grondversterking is de planning dat we daar in de loop van volgend jaar dat we daar mee verder kunnen. Daarvoor zijn we nu eerst aan het baggeren in het Damse Diep. Die bagger wordt ingedroogd in het baggerdepot. En die bagger drogen we in en maken we steekvaste grond van die we prima kunnen gebruiken voor het ophogen en versterken van onze kaders. Oh wacht, dus het Damse Diep, dat ligt hierachter. Voor de mensen die dit gebied kennen, die weten dat. Maar daar ligt nog het Damse Diep. Dat is ook is dat ook een kanaal? Ja, dat is ook een kanaal. En die wordt nu gebaggerd en de grond wordt ingedroogd om deze dijk te verbeteren, verbreden. Ja, om deze dijk te verbreden. Wordt er nog een glooiing aangebracht in het water, begroeiing of zo? Er zal altijd begroeiing ontstaan achter de damwand. Een stukje riet zal daar komen. Je ziet nu ook rietplantjes zie je nog staan. Van op het oude niveau, zeg maar. Oh ja. En de dijk die wordt in principe strak aangelegd. En het profiel van de achterberm, daar zijn we nog mee bezig. Hoe we dat definitief gaan inrichten. Hey, ik krijg een vraag over Woltersum. In 2012 moest Woltersum ontruimd worden. Ja. Gaat dat nu nooit meer gebeuren? Zeg nooit nooit. Dat kunnen wij niet aangeven, maar wij berekenen de dijken in ons beheergebied in stedelijk gebied voor een norm van een overstromingskans het falen van 1 keer in de 1000 jaar en in landelijk gebied 1 keer in de 500 jaar. Dat is misschien een beetje ingewikkeld om uit te leggen, tenminste ik vind het altijd wel ingewikkeld, maar ze voldoet aan zo'n strengere normen dat er een situatie 1 in de 1000 jaar kan voordoen. Ja, waarbij de dijk zou kunnen falen. Okay. Daar wordt hij op uitgerekend. Maar je weet niet wanneer dat is? Je weet niet wanneer dat is. Dat weet je nooit. Okay. Dat is een theoretische situatie. Okay. Hey, en zie ik nou goed dat ze daar verderop, het is een beetje mistig, zijn ze daar nou nog aan het werk? Ja, daar worden de schroefankers die worden geplaatst. Op deze damwand gaan onder een hoek van 45 graden worden ankers ingeboord tot circa 25 meter beneden NAP.
En die elementen worden naar elkaar geschroefd. En dan komt een betonnen voet wat daar aangespoten. Oké, okay, hey, ik kreeg net een reactie. Goede preventieve maatregelen zo'n damwand voor de muskusrat. Zitten hier muskusratten? Ja, overal waar waterwegen zijn, zijn muskusratten. Maar die muskusratten kunnen inderdaad niet door de staal heen vreden. Dus hier zullen we er niet zoveel last van hebben, van die beesten? Nee, hier heb je in principe geen last van de muskusratten. Maar goed, in de kuilsloot die hierachter ligt, zou dat natuurlijk prima kunnen. Want daar ligt niet zo'n stalen damwand. Ik kreeg net ook nog een reactie van mensen die het heel leuk vinden om mee te kijken. Dus dat is goed om te horen. Kunnen jullie ook aangeven met hartjes op het scherm? Wij houden wel van hartjes, of niet, Bert-Jan? Ja hoor. Ik had mijn hart sneller van kloppen. Hey, ik heb nog een... tenzij de kijkers nog wat vragen hebben, maar ik heb in ieder geval nog een laatste vraag voor jou. Ja. Wat kunnen mensen thuis doen om te zorgen voor veilige dijken en kades? Daar kun je heel veel aan doen. Door op het moment dat je een situatie ziet die je niet vertrouwt, contact op te nemen met het waterschap. Bij de dijk bedoel je? Bij de dijk. En, wat is dan een voorbeeld? Een voorbeeld. Nou, als je water uit een dijk ziet komen en je hebt een periode met veel regen en het water is hoog achter de dijk. Ja, trek dan alsjeblieft aan de bel. Dan kunnen onze mensen, die kunnen de situatie bekijken of we daar een maatregel moeten nemen of niet. Maar natuurlijk, als je langs een dijk woont, ga niet graven in de dijk. Maak geen vijvertjes, zet alsjeblieft geen bouwwerken zoals huisjes en zo in een dijk. Want die dijk heeft gewoon de functie als waterkering. En ja, dat is primair voor als je erachter woont. Oké, okay. Nou. Oh, je bent een goede presentatrice, Sylvia, krijg ik nog eens reactie. Nou, dat is hartstikke leuk om te horen. We gaan dit filmpje afsluiten. We gaan zometeen nog een laatste live uitzending maken als afsluiting van deze week. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken, Bert-Jan. En ik wil de kijkers vragen zometeen nog eventjes in te schakelen om samen met ons deze week af te sluiten. Bedankt voor het kijken en tot zo!